Tja, en voordat je het weet is weer zo'n vaste Tros zondagmiddaguitzending ten einde. Tros Televisie is er natuurlijk weer aanstaande zaterdagavond en zondagmiddag, maar ook zondagavond en maandagavond. En u heeft het natuurlijk al begrepen, het is dan weer zo'n super Tros weekend. Zaterdagavond brengen we dan onder andere de feestelijke verkiezing van de voetballer van het jaar. Zondagmiddag kunt u onder andere kijken naar een bananasplitshow en die avond presenteert Ron Brandsteder een hele bijzondere quiz, onmiddellijk gevolgd door de spannende Amerikaanse speelfilm Kelly's Heroes. Maandagavond kijkt Henk van der Meijden terug op 10 jaar TV Privé en brengt de Tros het tweede wensconcert. Kortom, een super Tros weekend waar zeker weer over gesproken zal worden. Maar de Tros is er natuurlijk ook op de radio. Donderdagavond brengt de Tros Radio vanuit het Amsterdamse Concertgebouw het programma The Classical Beatles. Beatles-songs in allerlei bewerkingen worden gespeeld en gezongen door Berdien Stenberg, Susha Citroen, Astrid In het Veld, Louis van Dijk, Wim Hogekamp, Hans Vermeulen, Ramses Shaffy, Daniel Waaienberg, het Orlando Quartet en het Promenade Orkest onder leiding van Jan Stulen. Het programma wordt rechtstreeks via Hilversum 3 uitgezonden tussen 8 en 11 uur 's avonds op donderdagavond dus. Zo, dan bent u wat de Tros betreft in ieder geval weer volledig op de hoogte. Op deze zender volgt nog een uitzending van VEduco. Fijn dat u naar ons gekeken heeft en we hopen dat dat ook weer aanstaande zaterdag het geval zal zijn. Nog een prettige avond en tot ziens dus.